En de kruis van Christus is ook voor alle ouderen die zijn geportretteerd. Want wat win jij? Jij wint een schoolreisje ter waarde van 1500 euro. Voor een hele klas met alle ouderen met deze kinderen elkaar. Mijn klas heeft aan een wedstrijd meegedaan waar je ouderen moet schilderen uit een bejaardentehuis. En ja, die heb ik gewonnen. En daar ben ik ontzettend blij mee. En wat heb je precies geschilderd? Een oudere meneer. Het is een hele aardige meneer. En je kon een beetje met hem praten en tegelijkertijd ook schilderen. Is je blik op ouderen nu veranderd na dit project? Nou ja, ik heb natuurlijk mijn opa en oma en die... Daar praat ik mee en dat is ook altijd wel leuk. Ja, alle anderen die zijn wel ongeveer hetzelfde, dus daar praat ik mee. Dus niet echt, nee. En wat hebben jullie gewonnen? Een schoolreisje van 1500 euro. Ja. En zijn jullie al erover uit waar jullie heen gaan? Ja, waarschijnlijk naar Blijdorp. Ja. Ik sta hier met Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds. Waarom een wedstrijd met jongeren? Nou ja, niet alleen met jongeren, juist met jongeren en de ouderen. Omdat niet alleen het Nationaal Ouderenfonds, maar ook de Rikkie Stichting, waar we dit project samen mee doen, vindt het ongelooflijk belangrijk om jong en oud met elkaar in contact te brengen. Om nou ja, van elkaars leefwereld te leren, te begrijpen hoe ouderen werken, hoe ouderen wonen. Maar andersom ook, weet je, hoe zijn de kinderen van nu? En hoe functioneren ze op school? Daarom vinden we het heel mooi dat jongeren in een woonzorgcentrum komen. Maar ook andersom, dat ouderen weer eens op school komen om te kijken hoe het onderwijs van nu eraan toe gaat. En wat was de opdracht die de kinderen moesten doen? Nou, het doel was natuurlijk om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. En de opdracht was, maak een schilderij van een oudere. Dus zoek een ouder op, dat kunnen opa's en oma's zijn, maar mooier nog om een woonzorgcentrum in de buurt te vinden waar je ouderen bereid vindt om dat te doen. En die vinden dat altijd fantastisch om te doen. Dus in dit kader hebben we in de Week tegen de Eenzaamheid vorig jaar alle scholen opgeroepen om hier aan deel te nemen. En uiteindelijk hebben 1000 kinderen in heel Nederland een portret gemaakt van een oudere. Oké, en 1000 kinderen die een portret hebben gemaakt. Hoe ging de beoordeling daarvan? Ja, er waren 1000 kinderen verdeeld natuurlijk over de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Er waren ook 3 prijzen te winnen. En er is een deskundige jury geweest die alle portretten heeft beoordeeld. En voorzien van commentaar. En uiteindelijk zijn daar dus 3 winnaars uitgekomen. Waaronder Rijk van de Noordwijkse School. En waarom was zijn portret nou zo mooi, zo bijzonder? Nou, ik zit zelf niet in de jury, dus ik zou het niet zo heel goed weten. Maar de jury vond het gewoon heel knap geschilderd. En heel mooie beleidingen, de compositie was mooi, de kleuren waren mooi. En dat voor een jongen van 11 jaar oud is echt een hele knappe prestatie.